We zijn vandaag hier bij de Mini Babybeurs. Hoe ben je op dat idee gekomen? Nou, wij zijn natuurlijk een winkel met veel cadeaus en kleding en sieraden. Maar wel ook redelijk wat babyspullen. Dus kleding, maar ook accessoires. Dus spulletjes voor in de kinderkamer en voor in de keuken. En toen dachten we, nou, hoe leuk zou het zijn als we nog wat extra mensen, meer dienstverlening uit de wijk hier naar binnen halen. En dan specifiek die doelgroep aanspreken. Dus de moeders die ook koffie komen drinken hier. Van joh, kom allemaal, we hebben een extra middag. Dus dat is de reden. Wat vind je ervan om vandaag hier op de babybeurs te zijn? Nou, ik vind het heel leuk dat er nu ook een beetje mogelijkheden zijn hier voor jonge ouders en de baby's een beetje samen te komen en een beetje koffie te drinken en en een beetje winkelen. Ik vind de winkel heel mooi. Ik ben hier ook een beetje op haken omdat ik om de hoek woon. Ja. Dus vind ik super. Ja. En ontmoet je dan ook andere moeders hier? Ja. Precies, dat vind ik ook heel mooi. Ja. Er is niet zoveel aanbod, vind ik. Ja. Het is een beetje moeilijk, dus vind ik het heel mooi dat ze dit ook doen hier op een zondag. Het is echt super. Je bent een van de deelnemers hier bij de Mini Babybeurs. Hoe ben je hier terecht? Nou, wij zijn buren. Wij zitten hiernaast met ook een kinderwinkel, net nieuw, sinds 3 weken te Weide. En zo dachten we, ja, we moeten toch samen een beetje onze krachten verzamelen. En daardoor zijn wij hier ook nu. Ja. En hoe kwam je hier in de wijk? Nou, ik woon hier in Terweide en wij hadden de webshop al een aantal jaar en dachten, ja, weet je, dat mag hier wel wat meer te beleven komen in Terweide. Het is toch, het winkelcentrum mag wel iets meer, nou ja, pit krijgen en wat creativiteit. En dacht ik, ja, weet je, waarom niet? En Terweide, Leidsche Rijn is een enorme jonge wijk, heel veel kinderen. Dus daar moeten we ook gewoon een aanbod voor hebben en dat is onze reden eigenlijk, ja. Wat zien we hier op de tafel liggen? Dat zijn de wasbare luiers anno 2017. En wat betekent dat? Dat betekent hele mooie luiers die herbruikbaar zijn. Waar je er een stuk of 20, 30 van nodig hebt. In plaats van de 6000 wegwerpluiers die je er doorheen werft bij één kind. Gaat een inlegvelletje in waar de ontlasting in wordt opgevangen. En dat gooi je weg. Dus daar ben je dan vanaf. En dan heb je een basisluier die heel goed absorbeert. En een overbroekje erbij wat het water dicht maakt. En daarmee willen wij Utrecht aan de wasbare luiers krijgen. Er worden 9 miljoen kilo per jaar weggegooid hier in Utrecht aan wegwerpluiers. En daar willen wij veranderingen brengen. En je vertelde mij net ook dat je volgens mij een van je eigen kinderen staat ook. Dat is deze hier. Die. En dat is Imme. En zijn jongere broertje die zit nu in zijn luiers, dus ja. Die gebruiken we opnieuw. Dus nu zijn we helemaal goed bezig natuurlijk.